Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom hier in Schummert, waar vandaag de 5e editie georganiseerd wordt van de Child Learn Marathon. De Child Learn Marathon is een initiatief van Henry en Christine Okkersen, want die organiseren ieder jaar deze marathon om geld in te zamelen voor hun projecten in India. Ik heb een jaar deze week gesproken en we hebben hun gevraagd wat ze al zouden met het geld doen. Lof geef ik zo'n kijken naar dat interview. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen aan Christine en Henry Okkersen, de organisatoren van de Child Learn Marathon. Zij hebben het hele evenement als het ware voor een heel groot deel opgezet en georganiseerd. Het is een goed doel. Het goed doel is bedoeld voor geld in te zamelen voor, en dat ga ik aan Henry vragen, want die kan het fantastisch uitleggen. Henry, waar is het goede doel voor bedoeld en waar gaat het geld naartoe? Het geld is bedoeld voor, om kinderen dus de gelegenheid te geven naar school te gaan. Dus dat wordt gedaan dus door de stichting Child Learn. En die hebben de doelstelling dus om kinderen uit de kinderarbeid te halen. En dat doen ze door middel van scholing. En wij bouwen dus met geld vanuit hier daar scholen. En de kinderen krijgen dan 8 jaar lang gratis onderwijs vanuit de stichting. Mm-hmm. En die kinderen die dat betreft, dat zijn de kinderen die werkzaam zijn in de steengroevers. Dat noemen ze ook wel de stonekillers. Dat zijn dus kinderen die de hele dag op van die rotsblokken slaan en daar kleine steentjes van maken. En kinderen die dus in de steenfabrieken werken. En dat willen we dus voorkomen. En de enigste manier om dat goed te doen is dus die kinderen scholing aan te bieden. Mm-hmm. En dat doen we nu al zo'n 12, 13 jaar. We hebben daar inmiddels dus 19 scholen staan verspreid over India. En daar zitten dus nu zo ongeveer 3000 kinderen op. Oké. Jullie zijn zelf ook in India geweest. Wat hebben jullie daar zoal beleefd? Nou, ja, dat is toch wel een cultuurschok als je daar komt. Omdat je praat wel eens over arm. Maar daar merk je dus inderdaad wat echt arm is. Je kan je niet voorstellen als je dus in zo'n dorpje komt. En dan moeten ze zich dat voorstellen, zo'n 250 tot 300 gezinnen. En die wonen dan in hutten. En er is geen elektriciteit, er is geen water, er is eigenlijk niks. En als je dan in zo'n hut komt, dan ziet het er allemaal wel netjes uit. Maar er staat niks. Er staan wat britjes waar ze op slapen. Maar er is geen kast, want wat ze hebben, dat hebben ze aan. En verder is er niks. Dus ze hebben niks. Oké. Jullie helpen dus deze mensen om een goede toekomst op te bouwen. Wat gaan we zien aanstaande zondag tijdens het evenement? Wat gaan we allemaal beleven? Nou, wij zijn dus, dit wordt dit jaar voor de 5e keer georganiseerd. We zijn inmiddels nu zover dat we dus, we beginnen om 10 uur met een kidsrun. En dat zijn dan kinderen dus van de eerste klas. Derde, vierde, vanaf groep 4 en 5, 6 en 7 en een 8. Van 3 tot 8. En de twee jongste groepen die lopen 750 meter. Dat is dus niet zoveel, maar dat is voor de kinderen wel. En de grootste groep die lopen 2 rondjes en dat is 1500 meter. Dus. Hoeveel deelnemers gaan we zien, gaan we verwachten? Op de kidsrun heb ik er nu net gekeken en ik denk dat ik zo'n 28 kinderen heb. Dus ze kunnen zondag ook nog inschrijven. Dus we zitten goed. Dat is een grote groep. En dan we hebben alvast een beetje naar de weersvoorspellingen gekeken, dames en heren. En dat ziet er fantastisch goed uit. Dus we gaan ervan uit dat dat een mooie dag wordt. Misschien mag ik er nog wat bij vertellen over die kidsrun. We hebben dus dit nu voor het tweede, derde jaar gedaan met die kinderen. En we hebben dus tijdens de kidsrun hebben we dus ook een online verbinding met kinderen in India. Dat doen we dus met Skype. Met Skype. Mm-hmm. En dat gaat erg goed. En in India worden op dat moment dus ook loopevenementen voor de kinderen georganiseerd. Mm-hmm. En dat, dat is op zich is dat wel erg leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, de rest van eigenlijk nog één vraag voordat we gaan kijken naar het evenement zelf. Is mensen geven u inschrijfgeld als het ware. En met dat inschrijfgeld gaan jullie zorg dragen voor voor het bouwen van alle activiteiten jullie daar in India doen. Begrijp ik dat goed? Ja, dat heb ik goed gezegd. Wij alle inschrijfgelden die komen dus volledig ten goede dus aan het project. En de kosten van het project die proberen we dus te bekostigen uit de sponsorgelden. Mm-hmm. Dus maar 100% van het inschrijfgeld, dat wordt volledig besteed aan het project. Nou, dat wordt een zeer heldere uitleg van Henry en Christine. Voor een snel terug naar het evenement, voor een starten met de Child Run.
snel door met het volgende onderdeel. En het volgende onderdeel is de 7 en 14 kilometer voor volwassenen. Het laatste onderdeel van dit prachtige evenement, dat is de halve marathon, de hele marathon en de estafette marathon. Christine en Henry, wat een dag. Leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast deelneemt hieraan. Hè? Nu we hopen dat er genoeg funding gekomen is voor al die projecten wat jullie organiseren in India. Misschien voor de kijker thuis. Dit is wat Henry en Christine doen om funding bij elkaar te krijgen. Dat zeiden we toen straks al. Om alle projecten in India te kunnen financieren. Christine, misschien kunnen we nog een oproep doen aan de kijkers. Om kijken of we wat meer funding kunnen krijgen. Wat meer inzameling aan geld kunnen krijgen. Om deze projecten te kunnen financieren. Waar kunnen de kijkers zich nog meer richten? Ze kunnen zich richten op www.shaltleurmarathon. En dan het rekeningnummer is NL 44 Rabo 015110866 ten name van Okkersen. En voor iedereen die er iets wil meegeven, voor €50 kan een kind een jaar lang naar school en eten. Dank je. Nou, dat lijkt me duidelijke taal. Dames en heren, mocht je nog ergens in een laadje wat hebben liggen of kun je nog iets missen, dan lijkt me dit toch wel het ultieme goede doel om wat geld aan te schenken. Ik wil jullie langs deze weg namens de omroep feliciteren met jullie 5-jarig bestaan van deze organisatie. En dames en heren, dit was het einde van het programma Child Learn Marathon te Schimmert. Ik wil u bedanken voor het kijken en graag tot een volgende keer.